Aan de Alpe d'Huez doen ieder jaar veel BN'ers mee. Dit jaar stonden onder andere de oud-wielrenners Peter Winnen, Adrie van der Poel, Michael Bogert en Leontien van Moorsel aan het vertrek. Maar ook Caroline Tense en Rutja Kot deden mee. Hoe gaat het? Goed. Ja? Je hebt nu een aantal bochten gehad, valt het tegen? Nee. Nog niet. Wat een hoop mensen, hè? Heerlijk. Ja, die slepen je er toch doorheen. Dat is geweldig, joh. Ja. Echt top. Heb je nog wel een beetje getraind? Laten we het daar maar niet over hebben. Hoe gaat ie? Ik moet zeggen, tot nu toe redelijk goed. Ja? Ja. Wat me opvalt, je zit iedere keer stik kapot en als ik dan de camera naar je richt, dan begin je te lachen. Echt een televisievrouw. Ja. Sorry, heb ik niet in de gaten. Ik zal blijven lachen, oké? Oké, maar heb je wel een beetje kunnen trainen? Wel. Zo goed als wat. Hey Leontien. Hallo. Hoe gaat ie? Ja, lekker. Beetje veel mensen, maar dat is goed, toch? Ja, daar heb ik allemaal geld op. Precies. Hoe vaak ga je oprijden vandaag? Maximaal 3. Heb je zoveel geld ingezameld? Nou, ons team heeft heel veel geld ingezameld. En hoeveel is heel veel? Nou, ik denk al 60.000 euro. 60.000 euro, hè? Ja. Wat knap, zeg. Ja. Dus dat is heel netjes, toch? Absoluut, absoluut. Dus, En ben je nog wel een beetje in conditie? Een klein beetje. Maar ik ben niet meer goed genoeg om... Heel veel respect voor de mensen die 6 keer omhoog gaan. Dat gaat jou niet meer lukken? Nou, ik heb mijn naaste omgeving beloofd dat ik naar mijn lichaam zal luisteren. Leontien reed nog goed omhoog en zette een goede tijd neer. Caroline en Rut hadden ruim 2 uur nodig voor de klim. Top! Ja? Zwaar, maar wel voldaan. Het is echt de moeite waard. Ja. Ik had eigenlijk verwacht dat het nog zwaarder zou zijn. Dus gelukkig maar, als je op het ergste instelt, dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. En het is dus meegevallen? Het is dus wel meegevallen, maar ik hoef het maar 1 keer, hè. Power! Hi. Hi. Nou, je hebt het gehaald. Ja, nee, echt gewoon helemaal geweldig. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Veel mensen onderweg, hè? Ja, ook dat. En dan ga je op vleugels, weet je. Het is een soort koninginnedag in het kwadraat of zo. Heb je nog voor speciaal iemand gereden? Nou, ik heb een tante die ongeveer alle soorten kanker steeds krijgt en overleeft. Zusje van mijn vader. Ja, ik heb Bas gefietst voor kleine Ruben die in quarantaine ligt. Voor al die mensen die ik... Ja, gewoon voor iedereen. Ja, je wordt er een beetje emotioneel van, hè? Ja. Gefeliciteerd. Ik ga naar de bar.